Dus daar gaan we dan ook maar voor. Het was krap, maar we zijn op tijd de deur uit. Ja. Het is tijd om te gaan komen. Ik eet gezellig met dit lieve meisje. Even een flinke meevaller. Goedemorgen, het is dinsdag. Oh, ik ben net wakker, maar ik ben niet zo wakker. Het lukt gewoon niet. Maar goed, ik heb gisteren voor ik ging slapen echt een enorme to-do-list gemaakt voor mezelf. En die wil ik echt afmaken. Dus ik zal daar even de schouders onder moeten zetten. Maar ik heb natuurlijk gezegd voor dit jaar dat ik dingen echt gedaan wil krijgen. Dat zijn echt mijn voornemens. Dus daar gaan we dan ook maar voor. Maar we beginnen eerst weer met een ontbijtje. We zijn al een aardig stuk verder op de dag. Sarah die is nu redelijk wat verder met haar school. En ik heb heel veel van mijn to-do-lijst gedaan. Alleen, oh, schrijf hem op. Ik moet nu met dobbelstenen rollen en dan een keer sommen maken met de dobbelstenen. En dan ook die sommen uitrekenen. Ik heb trouwens even noedels gemaakt. Ik heb ook niet gefilmd net, want als ik ga filmen, dan raak ik Sarah nogal afgeleid. Met dit gaat het wel goed, maar met andere dingen niet allemaal. En we moeten zo de deur uit, want Sarah heeft gewoon een afspraak zo, als normaal. Ja, dan gaat mama naar opa. Dan ga ik even een bakje doen bij oma. Dat is vlakbij, hè? Het komt qua tijd. Ik stuur mijn moeder altijd een app. Als ik daar wegloop, dat ik onderweg ben, dan kom ik er, dan staat de thee klaar. Dat deden we de eerste keer niet, maar toen kreeg ik mijn thee gewoon niet op. En ja, nu drink ik dan precies mijn thee en dan ben ik klaar. Komen we perfect uit. 10 minuten meer dan een half uur. Ja, maar ik moet ook nog heen en weer, hè? Vanaf de deur naar de auto, dan rijden, dan bij oma, parkeren, naar binnen. En dan moet ik ook weer op tijd weg, er naartoe rijden, parkeren, lopen. Dus ja, dat kost wel tijd. Deze mag even zijn werk beginnen onder de tafel, want Sarah heeft hier gegeten. Dus dat vindt hij heel leuk, want dan botst hij altijd. Maar dan maakt hij dit supergoed schoon. Of ga je er nou in één keer onderuit? Nee. En dan komt hij vanzelf een keer los en dan gaat hij de rest van de kamer doen. Nou, Sarah, de helft van je kruimels is al weg. Wauw. Het was krap, maar we zijn op tijd de deur uit. Ja, naar mijn afspraak. En mama gaat dan naar oma en daarna gaan we naar huis. Ja, dat hebben we net ook verteld. En oh, het is opeens best opgeknapt. Het was de hele dag best wel grauw. En harde wind en het is best wel oké weer. Dat vind ik lekker, maar ik heb echt zo'n zin in zomerweer. Of lente vind ik ook nog wel goed. Ja, lente is ook lekker warm. En dan, ja, gewoon... en dan gaan de vogels broederen. Broederen? We gaan de vogels broederen. En ik weet wat er nog meer dan gebeurt. Dan gaan de bloemen bloeien. Ja. En komen er weer blaadjes aan de bomen. In mei leggen alle vogels... Een ei. Ja. Mei, ei. Schrijft hetzelfde, alleen met een m. Of, kijk of jij weet waar deze zin van is. In de mooie maand van mei. Weet je het? Nee. Ik heb het je heel vaak voorgelezen. Oh, van het konijnboek. Ja, Pony. Ja, Pony. Leuk hè, mijn kinderboekje geweest. En toen heeft oma het ook nog voor oom voorgelezen. En... nu heb ik het heel vaak voor jou voorgelezen. Ik heb het ook zelf. En dan later kunnen we het voor jouw kind of kinderen voorlezen als je kinderen wil. Ik wil meerdere kinderen. Ik ga... dat is toch leuk? Mijn max blijft tot en met 6. Zo, nou dan ben ik even eerst 6 jaar op vakantie of zo, denk ik. Dat vind ik wel heel veel. Ik wil mijn best max zelf... gaat tot 6, maar ik... Het kan er ook anders... 1 worden, zeg maar. Ja. Oh, oké. Okay. Kijk, ik heb net... stroopwafeltjes. Het is tijd om te gaan komen. Sarah's laatste schoolwerk aan het doen. En ik ga heel lekker. Ik heb gisteren aardappeltjes extra gekookt. Dus ik heb nog over. Aardappel, boontjes en kippie. En lekker kippies, hè? Kijk, hè? Ja. Drumstickjes. We eten met z'n tweeën. Mag ik wat laten zien? Dus dat ga ik lekker maken. En papa. Ah, papa? Wat wil je laten zien dan? Kijk. Oh.
ben je een... Je bent een spooky. Ik ben een superheld. Oh, een superheld. Een superhelden spook. Brand! Nou, ga even je laatste schoolwerk afmaken. Gezellig met dit lieve meisje. Nee, hij wil je niet scherp stellen. Oh ja, daar ben je weer. Ja, stomme camera, hè. En we hebben lekker eten en de kippies. Maar ik deel de kippies altijd, want Sarah wil alleen de witte binnenkantjes. Dus die snijd ik voor jou eruit, hè. En dan eet ik de rest. Komt goed. Ik ben gezellig met Denise. En we zijn eigenlijk lekker niks aan het doen, behalve foto's aan het kijken. Ja, een beetje foto's. Instagram stalken. Ja. Dat is wat leuk. En koekenoeren. En hangen. De boodschapjes zijn weer binnen. Even een flinke meevaller. Ik zat dus te editen en zo. En toen dacht ik dat het bijna 1 uur was. Dus ik zat helemaal te stressen. Ik denk, ik wil hem eigenlijk nog renderen. En wij zijn... En toen keek ik nog eens goed op de klok. Toen was het 1:15, maar 11:45. En dat is altijd lekker als het gewoon 1 uur vroeger is. Omdat je denkt, omdat je aan het stressen bent... Weet je, te laat ben met alles. Dus ja. Nou, echt het gevoel dat ik gewoon alle tijd van de wereld heb. Dus mijn vlog staat lekker te renderen. En ik had honger. Dus ik ga ook even kijken wat er in huis is. Okay. Slim. Vaatwas is net klaar. En ik doe altijd, als ik dan thee ga zetten, doe ik vast een stukje vaatwas. En als ik dan dadelijk weer thee zet of iets pak, dan doe ik weer een stukje. En dan is die wat gelijk. Gedaan. Maar ik zit er de waterkoker niet aan, dus dan kan je heel lang wachten tot je thee kan zetten. Dus dat was niet heel slim van mij. Maar goed, dus ja, ik voel me ook gelijk helemaal energiek dat ik denk, ik wil met dat extra uur wat ik nu heb doen. Maar ja, wat ga ik doen? 11:45 s'avonds. Ik heb er ook 2 boven op bed liggen die liggen te slapen. Dus dat is in ieder geval dat ik vind het ook goed. Ik ga eerst thee zetten en even iets te eten zoeken, want ik heb er echt super erg van. Oké, het eten is meer snoepen geworden, maar we hebben gewoon te veel in huis. En ik wilde zo niet snoepen, maar echt, oh, guilty pleasures dit. Het is tijd om te gaan slapen. Oh, snoep was trouwens zo lekker, maar echt zo fout. Ik ben echt zo donker. Het gaat soms echt nergens over. Ik ga mijn bedje in, dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei!